Welkom bij een nieuwe video en zoals beloofd, action! Shoplog. Mijn naam is Belinda en dit is het knutselkanaal Creablom, zoals jullie weten. En als je het nog niet weet, ik laat video's zien van knutselactiviteiten, post versturen en shoplogs zoals deze van Action. En ik was helemaal niet van plan om spulletjes van Action te laten zien. Maar ze hebben zoveel leuke spulletjes dat ik kan het niet laten om het even te laten zien. Want A, het is gewoon niet duur en B... Het zijn zoveel leuke nieuwe spulletjes, zoals deze washi tapejes van, ik dacht Avec. Ja, moet je kijken, ook wat een mooi doosje. Dit is het thema travel en daar zit bij deze leuke met tickets, een streepje en er staat hierop, oh, daar heb ik mijn leesbril natuurlijk niet bij, er staat een tekst op. Deze vind ik geweldig met luchtballons. Een met sterretjes en deze heeft een fotocamera en dan een landschap, een berg aan gezicht en een paspoort, een boot. Hartstikke leuk dus. En dat is dus deze met daarop travel. Volgens mij zijn ze 1,29 de pakjes, maar pin me daar niet op vast. Op prijzen, maar je weet, het is nooit super duur. Deze heeft een bloementhema. Nou ben ik zelf niet zo heel erg van de smoeselige, gezellige pastel-tintjes. Maar ik vond deze wel heel mooi. En ik laat je het even zo zien. Ik vond vooral deze erg mooi. En nou, zoals je ziet, prachtige kleuren zitten erin. En dat is dus het doosje van de bloementhema. En mijn favoriet laat ik voor het laatst. Dit is een dierenthema en voor de kattenliefhebbers onder ons. Nou, die gaan helemaal uit hun dak. Kijk, dit is het doosje en daar staat ook een jaguar, tijger op. Ik weet niet wat het is. Nou, dan heb je deze. Moet je kijken wat een mooie. En er zit ook een glimmertje in. En deze cats, Just the world. Nou, dat moet ik even lezen. Cats. Oh, cats rule the world. Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Poesen rule the world. Maar ja, het kunnen ook natuurlijk tijgers. Want er staat een tijger bij op. Dit zijn allemaal katten. Maar dan een wat kleiner. Ik vind deze wel een beetje een kawaii-achtig. Ik hoop dat hij een beetje goed te zien is zo. Die is heel leuk. En deze is miauw. Roar. Nou ja, je snapt het wel. Hartstikke leuk. En dit is een zwart-wit met allemaal kattenpootjes. Dus die zit in dit doosje. En dan de laatste. En waarom is dit wel een van mijn favorieten? Omdat er een tape in zit met wolkjes. En een zonnetje. Heel erg mooi. Ik vind deze heel fleurig. Er zit er een in met regenboogjes. En die vind ik echt super leuk. Een roze. En er staat hierop. Smile. Good vibes. Hey. Days ahead. Nou, good days ahead. En dit zijn parasolletjes. Heel erg leuk. En dit zijn nog, ja, een soort druppeltjes. Nou, dit is dus echt mijn favoriet. Maar ja, ik ben wel benieuwd welke jouw favoriet is. Ik doe het even in de doosjes. Even een tip van Flip tussendoor. Dat is dit 30-delige houten kegelsetje. Je kan daar bijvoorbeeld een bosstafereeltje van maken. Ik vind dit ook heel leuk om te gebruiken met bijvoorbeeld kinderen. Leuke activiteit voor in de zomervakantie. Je kan er een eend mee maken. Vosje, boompjes of paddenstoeltjes en een beer. Dat zit in deze verpakking. Mijn excuus.
Maar in iedere verpakking zit, ik dacht dat er 2 of 3 soorten zijn. Dus je kan ook nog combineren met elkaar. En zo'n setje is 1,69, 1,79. Maar dit is echt een aanrader voor in de vakantie te doen. Ook met wat oudere kinderen bijvoorbeeld. Om leuk te laten schilderen. Of om met bijvoorbeeld twin markers te laten kleuren met stiften. En als ze toch een beetje in het herfst blijven, dan kon ik deze natuurlijk niet laten liggen. Paddenstoelhangers, 12 in een doosje. Ik vind het doosje ook heel leuk om te gebruiken om bijvoorbeeld een sneeuwmeel mee te maken. Met allemaal kleine dingetjes wat je hierin kan doen. Of je kan er een mini kijkkastje van maken. Ik dacht dat deze 89 of 99 cent zijn. En er is ook nog een serie met een combinatie van egeltjes, paddenstoeltjes, vosjes. Heel erg leuk. En ja, het zal jou niet verbazen dat er bij de Action al spulletjes van de herfst liggen in de winkel. En nog even een tip van Flip voor de vakantie en om misschien te doen met kinderen. Dat zijn deze vogelhuisjes. Die zijn al van tevoren. Zit er al een tekening op? Ik heb er 2 meegenomen. Eén met een bijentekening en mooie bloemen erop. Je kan ze inkleuren met bijvoorbeeld twin markers of aquarel markers. En er staat gewoon stap voor stap op wat je ermee kunt doen. En deze kon ik natuurlijk niet laten liggen, want dit is een kabouterhuisje. En de kabouter staat erbij die je erbij kunt maken. Dus het lijkt mij geweldig om dit te doen. En volg mij bijvoorbeeld even op Instagram of Facebook onder de naam Creablom. Want ik laat zeker een keer zien hoe dit is geworden. Het volgende wat ik wil laten zien is voor de stickerliefhebbers onder ons. En ze hebben weer nieuwe stickerboekjes. En deze gebruik ik echt bijvoorbeeld in mijn agenda of bullet journal heel veel. En ja, ik heb een hele kleurrijke meegenomen. Maar er is natuurlijk ook een pastelserie. Ik vind deze wel leuk. Het heeft een beetje een summer vibe. Maar ook wat 80 jaren met rollerskates en zo. Nou, ik zat even doorheen gaan. Ik vind deze wel leuk met de sterretjes en de stipjes natuurlijk. Dit is een vel en dat is allemaal letters en cijfers. Nou, hier heb je alle maanden en alle dagen. Nog een alfabetje. Nou, deze is, ik dacht 99 cent. Allemaal kleine. Maar ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld zo, want het is een A6 formaat, om deze bijvoorbeeld weg te geven. Is ook leuk. Nou, zo heb je verschillende in mooie gouden letters. Quotes zitten er wel in. En ja, allemaal leuke spulletjes. Ze hebben weer verschillende ervan. Maar ja, ik vind deze wel heel fijn voor bij mijn bullet journal of crafts journal of hoe je het maar noemt. Hey, en dan gaan we nu bij het onderdeel waar ik nogal gek van ben. En dat is namelijk papierblokken met, ja, daar hebben we het weer, vellum. En er zijn meerdere soorten blokken op dit moment. Maar ik heb er 2 meegenomen omdat ik deze wel het mooiste vind. En dat is Floral Dreams en Jungle Vibes. En ik laat ze je natuurlijk zien. Ze hebben aan de onderkant hebben ze een roezelrandje of een kartelrandje of hoe je het ook wil noemen. En er zit in een stickervel. En dat zijn een beetje doorzichtige stickers, zoals je kan zien. Heel leuk. En dat is natuurlijk in het thema. Nou, dit is allemaal floral. Dus een beetje natuur en bloemrijk. En daarnaast, ik zal hem even achterin doen, heb je een aantal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vellen. En ik zal er even één uithalen. Vellum is melkpapier. Deze heeft namelijk ook nog een heel leuk schulprandje. En hiermee kun je hele leuke dingen doen. Ik zal een link zetten hieronder in de beschrijving naar een video waar ik vertel wat je kan doen met vellum. En met name hoe je dat vastplakt, zodat je dat niet ziet. Maar ik laat even heel kort zien. Dit is bijvoorbeeld heel leuk om een envelop te gebruiken of een kaart. En dit is heel simpel. Je hoeft maar 2 vouwen te doen en je hebt een hele mooie, ja, een mooi mapje kun je ervan maken. En dan zou je hem hier kunnen lijmen met dubbelzijdig tape. En dan hou je dat mooie kartelrandje hou je hieronder.
En dat is dan hartstikke leuk om daar je briefje of je spulletjes in te doen. Lijkt me ook heel leuk om te gebruiken voor bijvoorbeeld een envelopjesruil. Waarbij je allemaal leuke spulletjes in een envelopje verstuurt. Nou, deze is er in groen met een ruitje. Ik vind deze helemaal prachtig natuurlijk met bloemen. Dan heb je nog één met stipjes, mijn favorietje. En één met zwart-witte strepen. En dan deze nog met hele mooie bloemen en een beetje een tijgerprint. Ja, er zit wel een tijgerprintje in. Daarnaast heb je wat dikke papier. En dat papier dat glanst. Is heel mooi te gebruiken voor kaarten. En van ieder patroon zitten er 4 in. Dus je krijgt deze met ruitjes in deze floral. Dan deze zwart-witte. Met een monsteria blad. Deze leuke wormpjes in groen. En dan krijg je deze roze gestreepte. En dan deze nog. Ik zal ook meteen de andere laten zien. Dat is de Jungle Vibes. En in de Jungle Vibes zit natuurlijk een stickervel met tijger, een papegaai en allerlei andere leuke beestjes en bladeren voor in de jungle. Een vlinder zie ik, een toucan. Nou, hartstikke leuk. En dan moet je kijken wat een mooi papier erin zit. En in het echt is het nog mooier dan dat ik hier kan laten zien. Deze vind ik ook prachtig. Zwart-wit met een reiger. Ik heb het idee dat het een reiger is. En dan deze met grote monsteria bladeren. Ook zo mooi. En de kleuren zijn zo helder. Dat komt, ik denk, op de video niet zo goed naar voren. Maar het is echt prachtig. Deze vind ik ook wel leuk. Nou, en dan deze met mooie palmbladeren of wat het ook is. Dan heb je deze nog. En je krijgt er weer overal 4 van. Deze. En deze vind ik heel leuk. Want het zijn bijtjes. En ik heb op dit moment een beetje een bijtjesthema in mijn hoofd. Dus dat komt bij mij dus goed terecht. Deze zwart-witte. En dan heb je deze nog. Die is ook leuk voor een jungle thema. Volgens mij is dat de laatste. Ja. Dus deze. En volgens mij kostte zo'n blok 1,69, maar dat is het meer dan waard, omdat je best heel veel variëteit erin hebt, of ja, variatie, doordat je er en stickers, en kaarten, en dus vellum voor krijgt. Maar ik moet echt zeggen, ja, dit is wel iets voor degene die echt wat meer creatief out of the box denken, en die het leuk vinden om te gaan stoeien met papier, om te zeggen van, hé, wat zou ik daar nou eens van gaan maken? Er is mij laatst gevraagd, op wat voor papier stempel jij? Nou, ik vind het fijn om deze craftachtige boeken daarvoor te gebruiken. De zwarte gebruik ik eigenlijk niet zo heel veel. En ik denk dat ik dat wat meer met potloden zo ga doen. Maar om het stempelen gebruik ik bijvoorbeeld deze craft. Vind ik heel erg leuk. Maar ook dit witte papier. Ik gebruik aquarelpapier. Dat is wat zachter, waardoor als je daarmee kleurt met potloden, wordt het heel mooi. Maar als je kleurt met viltstift, dan kan het zijn dat het wat doordrukt. En dit papier is wat dikker en wat gladder. En deze drukt dan minder door. En ja, je hebt er 2 soorten qua dikte in. En deze zijn, nou, ik dacht 1,99 of 99 cent. Je krijgt er meerdere, het is A4, maar ik dacht, ik laat het je toch even zien. Ik had mijn oude had ik al opgemaakt en de zwarte vellen heb ik dus gebruikt om enveloppen mee te maken en achtergronden van kaarten. En de craft, ja, ik gebruik dat heel erg veel, ook voor de achtergrond van kaarten, voor bijvoorbeeld natuurlijke kaarten. Maar ik vind dit echt een aanrader om als basis in huis te hebben, ook als je veel wilt stempelen. Nou, het laatste wat ik even wil laten zien is papierblokken. Nou, weet iedereen dat papierblokken bij de Action niet duur zijn? Dit zijn de 30 bij 30 blokken. En momenteel is het zo dat ze echt een designblok hebben en een paperblok. Dat betekent dat de designblokken hebben, naast dat het papier is, ook afbeeldingen die je kan uitknippen.
En ja, er waren twee wat ik ontzettend leuk vond. En dat was ook om het thema. Want dit zijn niet echt mijn kleuren. Deze mintachtige en een beetje ja, zalmachtige. Focus on the good. En dat vond ik dus wel een heel leuk thema. En het zijn 24 vellen met twee keer 24 design. Dus ze zijn dubbel geprint. Ik zal even met je er doorheen gaan. En nou, dat is dus een zwarte mooie print, een groene. Kijk, hier heb je dus allemaal ontzettende leuke afbeeldingen. Ik zal het even proberen te laten zien. Zo, met leuke luchtballonnen en dus regenboog, wolkjes en ABC alfabetje. Die je zelf kan uitknippen. En wat ik leuk vind, is dat je dus ook kaarten erin vindt. Die je kan gebruiken of toppers, hoe je het ook maar noemt. Nou, die komt straks nog een keer voorbij. Nou, follow the rainbow. En zo zitten er een aantal in. Ik vind dit echt wel een aanrader. En zeker omdat die 2,49 zijn. Of 1,99. Het is even afhankelijk van welke soort het is. Nou, allemaal met regenbogen. Leuk rasterpapier vind ik ook erg leuk. En dit is een met stipjes, streepjes. Nou, dan heb je hier weer de mooie kaarten erin. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Hier is nog een met regenbogen. Dus echt, dit is weer een blok waar je heel veel uit kunt halen. En ja, deze kon ik niet laten liggen. Wonderful. Ik weet niet of ik hem al heb laten zien, maar anders doe ik het nu nog een keer. En dit is echt een heel zomers thema. En ja, het is eind juli, dus ik vind eigenlijk dat dat gewoon nog kan. En als je ziet, nou, deze ijsjes en leuke parasolletjes en een zonnebrilletje en watermeloen. Nou, vind ik geweldig. Confetti, streepjes. En moet je kijken, allemaal hele leuke kaartjes. En het is ook voor bijvoorbeeld een verjaardag. Weekend vibes. Ik vind het leuk dat er een unicorn op staat. Maar ook bijvoorbeeld deze kauwgomballenautomaat vind ik heel leuk. Het zijn een beetje emoticons afbeeldingen. Vind ik wel grappig. Ik hou er wel van. Dit vind ik wel leuk dat het in zwart is. Girl power, stay magical, wonderful, happy of make it happen. Nou, geweldig. Paars en dan ook weer deze leuke drukke print. Hier heb je allemaal strookjes met allemaal leuke printjes. Deze dan weer. En hier staat op. Haha. Nou, dat is ook leuk natuurlijk. Prachtige gele, deze regenboogstrepen. En zo zie je dat er verschillende in zitten. Kijk, wat ik ook leuk vind is deze met teksten. Sweet and cool, enjoy your gift. Today is the day, hugs and kisses. Nou, zo zitten er allemaal verschillende tekstjes in. Altijd handig om te gebruiken op een kaart. Met vlaggetjes. Deze is ook leuk om te gebruiken voor bijvoorbeeld iets uit te stansen. Boe is ook leuk. En boe kun je ook al gebruiken natuurlijk voor het thema van de trick or treat. Nou, ik kom even niet op het woord, maar in oktober. Halloween, nou heb ik het woord. Die oranje met stippeltjes. Nou, hier heb je weer natuurlijk allemaal leuke tekstjes. Moet je kijken, wat een leuke. Ik vind dit echt weer een aanrader, dit blok. Erg mooi. En ja, zo'n blok is 2,49 en ja, deze kleuren komen bij mij wel op. Dit is echt een blok wat ik ja, heel veel zou gebruiken. En soms denk ik wel, zal ik dan een tweede ervan kopen? Maar ik heb al heel veel papier, dus ik neem dan één mee. Ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Doe vooral een duimpje omhoog, zou ik heel erg waarderen. Want dat betekent dat er meer mensen deze video kunnen zien. En laat me weten wat jij op dit moment leuk vindt aan nieuwe artikelen in de Action. Vind ik ontzettend leuk om te lezen. En nou, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met deze video. En je op ideeën heb gebracht. Ik wil je geen geld uit de zak kloppen. Maar dat ik je op ideeën heb gebracht wat er op dit moment te koop is bij de Action. Hey, ik wens je een heerlijke dag, een fijne avond en tot de volgende keer. Toedeloe!